Hey, welkom bij het kanaal van Lucky Bastard. Terraforming Mars is een spel waar dat wij Mars gaan hervormen tot een leefbare planeet. We doen dat samen, maar toch is het een competitief spel, want we willen dat het beste doen. Laten we eens kijken naar de spelregels. Wil je weten wat ik ervan vind? Binnenkort volgt ook mijn review als je hier de link ziet verschijnen. Om Terraforming Mars op te stellen, gaan we beginnen met het bord open te klappen, zoals gebruikelijk. We leggen deze 9 oceaantegels hier op het voorbestemde vak. We leggen alle grondstoffen klaar. De koperen, de zilveren en de gouden tellen als 1, 5 en 10 respectievelijk. Dan hebben we de tegels. Aan de ene kant is het een greenery tegel. Aan de achterkant is het telkens een stad die we hier gaan opleggen naarmate het spel vordert. En dan heb je nog een aantal speciale tegels, unieke tegels die verbonden worden met bepaalde kaarten die in deze deck zitten. Over deze deck gesproken, hier gaan we eigenlijk een aantal kaarten moeten uithalen voor het eerste spel. Je kan een variant spelen waarbij deze kaarten meedoen met dit symbool in de linker beneden hoek van alle kaarten die erin zitten. Dus die moet je er allemaal gaan uithalen. Eveneens zijn er ook twee corporation kaarten met dat symbool. Over corporation kaarten gesproken, dus deze gaan er sowieso uit. Maar dat zijn deze kaarten. Je hebt er eigenlijk voor beginners. Dus als je het de eerste keer speelt, neem je sowieso één van deze. Daar staan standaard dingen op voor aan het spel te beginnen. En als je al vaker hebt gespeeld, kan je eventueel overgaan naar de unieke corporations. Dan krijg je er twee toegeschoven en moet je er eentje van kiezen. Maar pas nadat je ook jouw kaarten hebt gekregen. Dus de rest van de projectkaarten moeten we dus goed schuffelen. Dat is heel belangrijk de eerste keer dat je het gaat spelen. En dan maken we een stapel van. En dan krijgt iedereen er 10 in het begin van het spel. Het verschil tussen een beginnende en een gevorderde is, als je beginnend bent, mag je die 10 kaarten gewoon houden, zonder extra kost. Als je gevorderd speelt, dan moet je per kaart die je wil houden, 3 betalen. Daar kom ik zo dadelijk op terug. Eerst moeten we nog deze 3 blokjes leggen op het speelbord. Eentje dient voor aan te geven hoe warm het is. We beginnen op min 30. We willen graag naar plus 8 om het leefbaar te maken. Eentje is voor het zuurstofniveau. Dat begint op 0 en dat willen we brengen naar 14%. Ter vergelijking op aarde is het 21. En dan hebben we nog eentje voor het aantal generaties of het aantal rondes aan te geven. Dus die start op ronde 1 hier. Kies een speler die het spel begint. De startspeler is normaal gesproken degene die als laatst een spel van Terraforming Mars heeft gewonnen. Iedere speler kiest een kleur en krijgt ook een spelersbordje. Ik ga nu voor blauw kiezen voor mijn kleur. Op het spelersbordje dat je natuurlijk niet ondersteboven gaat leggen, start je met 1 productie van de verschillende grondstoffen die we hier hebben. Dus 1 staal, 1 titanium, 1 planten, 1 energie en 1 hitte. Hier leg je ook een blokje en dat start normaal gesproken op 0. Dit bepaalt hoeveel inkomsten je gaat krijgen iedere ronde, maar dat is gelijk aan je terraforming niveau. Dat wordt dus aangegeven ook door dit spoor. En we beginnen hier op 20 in een normaal spel. Dus ieder speler legt daar ook een blokje. Dan krijgen we dus ook onze corporation kaart. Ofwel voor het eerste spel deze, ofwel gaan we natuurlijk voor een niet-standaard kaart. Dan krijg je er 2 toegeschoven, moet je eentje kiezen. En samen met de 10 projectkaarten moet je dan beslissen welke je wil nemen. Welke van de 2 corporations, hier moeten we niet beslissen. Hier mogen we deze gewoon allemaal houden. En anders moet je dus gaan betalen. We gaan zo dadelijk die kaarten grondiger analyseren. Maar stel dat je wel met een gevorderde corporation speelt, dan ga je de kaarten die je niet koopt, ga je op een gedekte aflegstapel leggen. Laten we eens kijken hoe het spel werkt. Dan zijn we klaar om aan het spel te beginnen. De eerste ronde start zonder een fase 1 of 2. Normaal gesproken zijn er 4 fasen per ronde. Dus in de eerste ronde hebben we geen player order fase en geen research fase, waar ik nu dadelijk ga op terugkomen. Laten we eerst eens nader bekijken wat er allemaal op deze kaarten te zien is. Ik ga er nu gewoon 3 uitkiezen. En dit zijn de 3 kleuren van banners die je gaat zien. Je hebt de groene geautomatiseerde kaarten. Eenmaal uitgevoerd ga je ze enkel nog gebruiken voor hun icoontjes meestal. We hebben de rode eventkaarten. Die gaan eenmalig iets doen en daarna zijn ze nutteloos. En dan hebben we nog de actieve kaarten. Dat zijn die met de blauwe banner. En die kan je eigenlijk iedere ronde nog blijven gebruiken. Soms is het 1 keer en dan ga je met een blokje aangeven dat je die hebt gebruikt. Soms is het ook een permanent effect, dat je iedere keer dat je een bepaalde actie doet,
daaraan mag denken en dan een sterkere actie kan krijgen. De kosten van de kaart staan altijd linksboven. De icoontjes die het opleveren rechtsboven. En soms zijn er ook voorwaarden verbonden aan de kosten. Dat is bij deze drie nu niet het geval. Maar hier bijvoorbeeld heb ik er eentje waar ik minstens twee van deze wetenschapssymbolen moet hebben vooraleer dat ik deze kaart mag bouwen. Wat je ook dikwijls gaat zien is een minimum of een maximum temperatuur. Dus hier moet de temperatuur al minstens 2 graden Celsius zijn. Dus vooraleer dat je die mag spelen, ook al heb je genoeg geld. En bij deze is het maximum 7% zuurstof. Daarna mag je die niet meer spelen. Op iedere kaart staat zowel in symbolen als in tekst geschreven wat de kaart doet. Dikwijls ga je icoontjes zien verschijnen die ook op jouw productiebord voorkomen. Als het een losstaand icoontje is, krijg je dat eenmalig bij. Dus wanneer je grondstoffen bijkrijgt, dan leg je ze in het betreffende vak. Wanneer het in een bruine achtergrond staat, dan gaat jouw productie voor iedere ronde stijgen of dalen in dit geval. En wanneer het een rode rand heeft, dan heeft het betrekking op een tegenstander. Dus dat zijn eigenlijk pestkaarten. Voorlopig ga ik daar niet meer over zeggen. Om een goed idee te hebben van de ronde, hebben we deze overzichtkaartje. Je hebt 4, 3, 2, 1 en dat heb je 2 keer. Dus dat kan je eventueel tussen telkens 2 spelers inleggen. Tijdens 1 generatie gaan we de volgende 4 stappen doen. Dat staat op het eerste kaartje. Het tweede kaartje staat info over de verschillende tegels die we hebben. Dan hebben we nog wat algemene info over de symboliek op de kaarten. De meeste dingen heb ik al gezegd. Buiten dan als er een asterisk bij staat, dan zijn er speciale regels die je moet lezen in de instructies van de kaart. Dan zijn de symbolen niet genoeg. En dan heb je nog hoe win ik dit spel? Waar score ik punten voor? We proberen eigenlijk in dit spel zoveel mogelijk bij te dragen aan de terraforming van deze planeet. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat we in de eerste plaats zoveel mogelijk dit fiche vooruit willen krijgen. Het terraforming fiche. Bijkomstig bepaalt dat ook onze inkomsten iedere ronde. Laten we eens beginnen met een ronde voor te doen. Dus iedere ronde begint eigenlijk, buiten de eerste, met het doorgeven van het eerste spelerfiche met de knop mee. In stap 2 van de ronde, buiten dus ook weer de eerste ronde, gaan we 4 kaarten bijrapen van de stapel allemaal. We gaan er naar kijken en we bepalen welke willen we houden en welke gaan we afleggen. Nu geldt voor alle spelers dat ze 3 megacredits moeten afgeven per kaart die ze willen houden. Deze ga ik nog niet doen, deze wormen, want dan moet ik al 4% zuurstof hebben. Dat gaat nog even duren, maar die andere wil ik wel betalen eventueel. Nu, wat ik daarnet bij het opstellen ben vergeten, is dat ja, ons startkaartje levert ook nog iets op buiten die 10 kaarten. En dat is 42 megacredits. Daar ga ik er 4 van 10 nemen. En 2 van 1. Dus dat is 42. En dat is 42 megacredits als ik dat in het vak van de megacredits ook leg. Dan hebben we de belangrijkste fase, stap 3, de actiefase. Nu gaan de spelers beurtelings 1 of 2 acties doen. Totdat ze moeten passen. En als ze eenmaal gepast hebben, kunnen ze daarna niet zeggen, ah ja, nu kan ik ineens wel terug iets doen. Wat zijn jouw opties voor die 2 acties? Wel, het eerste logische is een kaart vanuit je hand spelen, mits die aan alle voorwaarden voldoet en je voldoende megacredits hebt om die te betalen. Plus, niet alleen moet je kijken naar de voorwaarden, maar deze bijvoorbeeld, Heat Trappers. Daarbij moet ik min 2 heat. Mijn productie van heat gaat 2 naar beneden, maar ik sta maar op 1, dus die kan ik ook niet spelen. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Waren het niet dat ik even nu over het hoofd heb gezien, als je de tekst leest, zie je dat je de heat production van iemand anders mag verlagen, want er staat een rode rand rond. Vandaar ook dat het min 1 punt oplevert. Dus naast de terraforming punten heb je ook soms nog de punten op de kaarten. Dus misschien wil ik niet met deze beginnen. Dus die mag je wel eigenlijk spelen. Ook al kan je dit effect niet volledig uitvoeren. Maar als je zelf moet betalen, zoals deze hier, dan moet je het wel hebben. Dus ik kan bijvoorbeeld beginnen met een event. 21, dus dan betaal ik 21 van mijn megacredits. En dan ga ik dat uitvoeren. Alle kaarten die je speelt, die leg je voor je. De rode kaarten hebben eigenlijk geen nut meer daarna. De blauwe, die ga je constant actief willen houden en constant willen kunnen lezen. De groene, die kan je allemaal zo onder elkaar gaan leggen, eenmaal dat ze gebouwd zijn. Zodat je nog de icoontjes ziet, maar je hoeft niet meer de tekst te weten te komen. 2 symbooltjes die ertoe doen bij het bouwen ook nog, dat zijn deze 2. Dit is het symbool voor staal. Dit is het symbool voor
Titanium staat ook op de spelersbordje. Dus stel dat er hier, stel dat ik deze komeet ga doen en hier liggen twee blokjes op titanium, dan kan ik die ook gebruiken om de kosten te verlagen of om ermee te betalen. Want ieder blokje dat hier ligt is 3 waard, maar enkel wanneer de kaart dat titanium symbool heeft. Dus als ik die 2 al afgeef, dan moest ik nog maar 15 betalen. Dan voer je uit wat er op de kaart staat natuurlijk. In dit geval gaat de temperatuur omhoog. Iedere keer wanneer je bij zo'n bonus effect komt, mag je nog eens een keer omhoog gaan. Dus wie naar 24 gaat, mag ook meteen naar 22 gaan. Iedere keer dat je temperatuur omhoog doet, gaat jouw terraforming rate ook eentje omhoog. Hetzelfde geldt voor wanneer je een oceaan tegenlegt. Dus een van deze 9 op de voorgedrukte plaatsen met blauw. Dan gaat jouw terraforming rate ook omhoog. En ook iedere keer wanneer je een bomen gaat planten of op een andere manier de zuurstof omhoog gaat krijgen, ga je deze ook omhoog duwen. Ik zal het nu ook even hebben over de verschillende tegeltjes. Dus we hebben eigenlijk 3 soorten standaard tegeltjes. Daarvoor hebben we dus dat overzichtkaartje hier. Hè. Dus de tegels, wat moet je daarover weten? Eerst en vooral, we hebben overal op het bord placement bonussen. Als je iets bedekt, dat krijg je. Dus als je hier legt bijvoorbeeld, mag je 2 kaarten bijrapen. En ook wanneer er al een oceaan ligt en je bouwt daar iets naast, krijg je ook 2 megacredits bij op jouw bordje. Iedere keer wanneer je een boompje plaatst, moet je dat indien mogelijk plaatsen naast een tegel die van jou is. Dat zie je doordat je, nadat je een tegel hebt geplaatst, ga je daar een van jouw gekleurde blokjes op leggen. Bij alle tegels buiten de oceaantegels. Deze greenery tegels verhogen de zuurstof, zolang dat mogelijk is tenminste. En als ze de zuurstof verhogen, gaat ook jouw terraforming rate omhoog. Iedere greenery tegel is 1 punt waard op het einde van het spel. Steden. Die mag je eender waar bouwen, maar niet naast een andere stad. Ze leveren geen directe verhoging van je terraforming rate op. Iedere stad levert op het einde punten op voor iedere greenery tegel die er omheen ligt, zelfs als die andere spelers toebehoren. Special tegels die mag je niet zomaar leggen en de instructies van waar dat je die moet leggen, die staan op de kaart wanneer je die speelt. En dit symbool staat er dan ook op natuurlijk. Je kan ook met je geld standaard projecten financieren. Dat zijn deze hier allemaal. Stel dat er op geen enkel van jouw kaarten staat dat jij water, een oceaantegel, mag toevoegen aan het bord. Dan kan je dat altijd bijvoorbeeld doen door 18 te betalen. Dan heb je deze aquifer, dus dan mag je een tegel plaatsen volgens de normale plaatsingsregels. Je kan nu eveneens ook handkaarten omwisselen en 1 megacredit krijgen per kaart die je afgeeft. Je kan eveneens jouw elektriciteitsproductie verhogen door 11 te betalen, temperatuur door 14 te betalen. Je kan een boompje planten en de zuurstof ook verhogen door 23 te betalen. En met 25 kan je ook een stad bouwen. En dat zorgt ervoor dat jouw megacreditsproductie eentje omhoog gaat. Dat doe je altijd op dit bordje hier. Je kan ook als beurt een van de milestones claimen. Daarvoor moet je natuurlijk iets bereikt hebben, een van deze 5 dingen. En je moet ook de 8 kosten betalen die ermee gepaard gaat. Op het einde van het spel levert deze allemaal 5 punten op. Dus ik kan 8 betalen. En zeggen van, mijn terraforming rate staat op 35. Dan kan ik deze doen. Of ik heb al 3 steden gebouwd. Of al 3 bossen gebouwd. Of ik heb al 8 kaarten met dit symbooltje opgebouwd. Of 16 kaarten. Dus zodra je dat hebt, kan je met een van jouw 2 acties daarvoor betalen voor dat af te vinken. Je kan ook een van de awards gaan financieren. Dat kost 8, 14 of 20. Of je nu eerste, tweede of derde bent. En dan ga je eigenlijk zeggen, in dit spel spelen we voor het meeste hebben van dit symbool of deze eigenschap. Maar 3 van deze 5 gaan punten opleveren op het einde van het spel. Als je de meeste hebt, 5. Als je de tweede meeste hebt, 2. Dus ik kan bijvoorbeeld 8 betalen en dan zeggen, oké, ik ga ervoor zorgen dat we van dit spel gaan spelen voor het meeste hitte. Dus de speler die het meeste hitte heeft op het einde van het spel, die niet opgebruikt is, die wint deze. De landlord wil zoveel mogelijk tegels in het bezit hebben die op het bord liggen. De banker wil zoveel mogelijk geldproductie hebben. Scientist wil zoveel mogelijk wetenschapssymbolen. En de miner wil zoveel mogelijk staal en titanium verzamelen op zijn spelersbord. Mogelijkheid 6 die je kan doen, speelt zich af op jouw spelersbordje. Je kan namelijk zeggen, als je minstens 8 planten hebt, dan kan je zeggen, ik zet 8 planten om naar een greenery tile. Dus dat is een andere methode dan deze om aan greenery tiles te komen op het bord. Dus dan betaal je 8, je neemt je tegel en je plaatst die
bij greenery tegels, zoals altijd, plaats je die ergens aangrenzend met wat jij hebt. Indien mogelijk, is er niets meer aangrenzend, dan mag je ook natuurlijk ergens anders plaatsen. En je krijgt de bonus waar die op ligt. Voilà, dus je krijgt terug één plantje bij. Dus dat gaat. En als laatste kan je hetzelfde doen eigenlijk met hitte. Dus als je minstens 8 hitte hebt, kan je 8 hitte omzetten naar een temperatuurverhoging. En iedere temperatuurverhoging, iedere zuurstofverhoging. Dus met het plantje moet je eigenlijk ook de zuurstof verhogen. Maar iedere verhoging van iets of het toevoegen van oceaantegels levert een extra terraforming rate op. Dus wees daar alert. En bepaalde plaatsen kun je bonussen krijgen. Dus als je hier naartoe gaat, kan je ook een oceaantegel mogen leggen. Als je hier naartoe gaat, mag je de temperatuur verhogen ook in één keer. Voilà, dat zijn dus de soort acties die we de hele tijd gaan doen. Meestal tot ons geld op is. Eventueel totdat onze kaarten op zijn als we heel veel geld hebben. En dan kunnen we overgaan naar de volgende ronde. Maar eerst moeten we dus nog stap 4 doen. En stap 4 is de productiefase. Tijdens de productiefase beginnen we met de energie die we hebben liggen te transfereren naar hitte. Dan gaan we alles produceren. Dus ik begin meestal hier. Hitte staat op 1, dus ik leg daar 1 blokje bij. Energie staat ook op 1. Planten staat bij mij op 2. En er is eigenlijk geen beperking van het aantal dat hier kan liggen. Buiten dan dat je energie altijd gaat moeten omzetten naar hitte als er over is. En ook hier titanium en staal. Daar komt ook eentje bij, want ze starten allemaal op 1. En dan hebben we hier nog onze inkomsten. Dus dat is ons terraforming getal. Dus dat is op dit moment bij mij 21. Plus of min eventueel wat hier staat aangegeven. En nu sta ik op plus 1. Dus dat is in totaal dan 22 aan credits die ik kan toevoegen. Hou er rekening mee dat geen enkel van deze waarden gelimiteerd is tot 10. Stel dat je hem hoger dan 10 gaat, dan ga je een extra blokje leggen op de 10 en dan tel je gewoon verder. Dus er is eigenlijk geen limiet aan hoeveel je kan produceren. Op het einde van iedere ronde ga je ook de blauwe kaarten waar dat je jouw fiche hebt opgelegd van ik heb deze gebruikt. Daar ga je de fiches terug van afhalen. Dus je kan die één keer per ronde gebruiken wanneer er zo'n rode pijl op staat. En heb je dat gedaan, dan zijn we klaar om aan de volgende ronde te beginnen. In het begin van iedere ronde ga je ook de generatiemarkeerder omhoog duwen. Dat spraakt misschien voor zich. En de eerste speler wordt doorgegeven naar links. En zo spelen ze eigenlijk verder totdat aan de eindcondities is voldaan. Er zijn er 3, namelijk je moet de 9 oceaantegels op het bord hebben liggen. De temperatuur moet op plus 8 zijn. Iedere kaart die je daarna nog speelt om dat te beïnvloeden, heeft wel nog effect, maar dat aspect van de kaart wordt genegeerd. Hetzelfde geldt voor wanneer we hier op 14% zuurstof zitten. Je kan nog greenery tegels, je kan nog kaarten spelen die de zuurstof verhogen, zogezegd, maar het heeft geen effect meer. Je kan wel nog de tegels hier leggen. Wanneer dan deze 3 voorwaarden is voldaan, dan eindigt het spel op het einde van die ronde. Dus de ronde wordt nog uitgespeeld. En daarna kan je op basis van wat er op je bordje ligt, nog één keer eventueel greenery tegels bijproduceren. Er is nog één productiefase en eventueel kan je nog één of meerdere tegels toevoegen aan het bord. In de huidige spelersvolgorde. Dan gaan we kijken wie het meeste punten heeft. Enerzijds bestaat het uit hier de punten die we krijgen van onze terraforming rate. Anderzijds gaat het een zee van punten worden op al jouw kaarten. Sommige zijn heel duidelijk. Er staat gewoon de planeet Mars op met een aantal punten. Sommige zijn 1 per symbool of 1 per 2 symbolen van het een of het ander. De moeilijkste zijn waarschijnlijk de kaarten. En ik denk niet dat er hier mijn startkaarten zo tussen zitten. Ah, jawel, deze. Kaarten waarbij je eigenlijk blokjes gaat toevoegen. Iedere keer dat er iets gebeurt, dus in dit geval voeg iedere ronde eigenlijk, kan je dit doen, 1 dier toe aan deze kaart. En dat ga je gewoon ook met die blokjes doen. Dus op het einde van het spel liggen hier 4 dieren bijvoorbeeld. En die leveren dan 1 punt per dier op bij deze kaart. Maar dat kan ook 1 per 2 of per 3 zijn. Dus die punten tel je ook. Er wordt aangeraden in de spelregels dat één persoon alles telt en dat de anderen iedere keer mee controleren of de berekeningen kloppen. En dat er niets over het hoofd wordt gezien. En dat kan ik begrijpen, want op het einde van het spel heb je misschien 20, 30, misschien meer kaarten voor jouw neus liggen. En dan wordt het natuurlijk moeilijk om geen fouten te maken. Dan nog 1 punt voor iedere greenery tegel die van jou is. En bovendien ook 1 punt voor iedere greenery tegel rond iedere stad die van jou is. Natuurlijk worden er ook nog de punten van de milestones en de awards bijgeteld. En dan heb je een totaalscore. Wie dan de meeste punten heeft, is de winnaar van het spel.
Is het een gelijkspel, dan wordt de winst bepaald door wie nog het meeste geld over heeft. En dat is hoe je Terraforming Mars speelt. Je kan dus ook nog spelen in de varianten. Je hebt dus de Corporate Era, dus dat is het verlengde spel eigenlijk. Dan moet je al die andere kaarten eraan toevoegen. En je hebt solo regels, je hebt ook nog een draft variant. Dus in plaats van gewoon 4 kaarten te rapen, ga je er 4 rapen, 1 kiezen en de rest doorgeven. Je gaat er evenveel kaarten krijgen, maar je kiest er 1 voor 1. Maar ook dat voegt natuurlijk tijd toe aan het spel. Moest je toch nog vragen hebben na het kijken van deze video, stel ze gerust onderaan in de commentaren. En anders bedankt voor het kijken, abonneren. Dan zie ik je volgende keer weer. Bye bye.